Leon Blok, je bent de eventmanager van de Nationale Voetbalbeurs, voetbalvakbeurs. Kan je precies even uitleggen, wat is dat eigenlijk precies? De Nationale Voetbalvakbeurs hebben we vorig jaar opgezet. Dit is om een landelijk platform voor voetbalbestuurders te creëren, waar ze op een transparante manier hun inkopen kunnen doen. Zodat het voor die bestuurder makkelijker wordt om hun vereniging uiteindelijk te gaan organiseren. Als je zegt we, dan bedoel je, want op dat kantoor zijn we ook met die hele mooie achterwand. Zetpress in Dordrecht, een van de misschien wel de bekendste sportbladenuitgever van Nederland. Voordat we verder gaan praten over de vakbeurs, wat doen jullie precies hier allemaal bij Zetpress? Wat we bij Zetpress doen is het voor de 30 betaald voetbalorganisaties doen wij de print media. Dus daar maken wij de officiële presentatiegidsen, kranten die in de regio's worden verspreid, programmaboekjes. En zullen wij bij hun steunen waar nodig met een stukje boarding in de stadions. En als een spin-off daarvan zijn jullie vorig jaar begonnen voor de eerste keer met de Nationale Voetbalvakbeurs. Je houdt het in Gorkum. Voordat we die overgaan naar dit jaar, wat waren vorig jaar jullie ervaringen? Zeer positief. Uit de ervaringen van vorig jaar is natuurlijk gebleken waarvoor wij de tweede editie natuurlijk aan het opstarten zijn. We zitten in de afrondende fase, nu 2 weken natuurlijk voor de deadline dat het event plaatsvindt. En we willen natuurlijk allemaal overtreffen van vorig jaar. En we hebben vorig jaar meer dan 5000 bezoekers gekregen op 1 dag. Terwijl het nog nooit is georganiseerd. Dus dat wil zeggen dat de vraag naar is om een platform te hebben waarin alle mogelijkheden om een club beter te besturen tot uiting komt. Even 5000 bezoekers, even voor alle duidelijkheid, ook voor de uitzending. Het zijn niet gewoon 5000 voetbalfans. Het zijn 5000 mensen geweest die op een of andere manier betrokken zijn bij het besturen van een van de 3000 amateurclubs. En ook, want die hebben jullie ook gehad, bijna 40 profclubs in Nederland. Dat is de doelgroep waar jullie voor werken. Ja, de doelgroep is echt de beslisser binnen een vereniging. Dus wij willen de commissieleden, de penningmeester, de voorzitter. Mensen die echt een beslissing kunnen nemen bij een vereniging. Of het nou gaat om ledenadministraties of om kantinebeheer. Of de feestcommissie. Of er zijn vele functies binnen zo'n vereniging. Die zijn van harte welkom om op 13 november de dag te gaan beleven. En aan de andere kant heb je natuurlijk, wil je al die mensen trekken, heb je ook mensen nodig die wat vertellen van zichzelf. Hoeveel bedrijven hebben jullie ongeveer die zich daar presenteren? Op dit moment zijn we net met de verkoop gestopt. We zitten er net over de 200 bedrijven. Vorig jaar hadden we 175 leveranciers die zich op een leuke wijze presenteerden. Dit jaar hebben we net eens een stapje gemaakt. Dus net weer wat meer leveranciers. Wat grote namen zijn er weer bijgekomen. Dus op zich, die hebben allemaal weer wat extra's op het gebied van amateurvoetbal. Maar het is niet het enige, hè? Want je kan, als je daar bezoeker bent, en nogmaals, het is voor bestuursleden van amateurclubs bijvoorbeeld, je kan er nog meer doen. Jullie houden symposia, voordrachten, je kan volgens mij kan zelfs een keeperstraining volgen. Wat is er allemaal te doen? Ja, dat is leuk dat je vraagt. Dus het is geen stoffige beurs waar je alleen maar met leveranciers in aanraking kan komen. Het is een beurs die ook nog een stukje interactief, een beetje beleving meegeeft. We hebben een demonstratieveld. We hebben demonstratietrainingen van Club Brugge, van Feyenoord, van VVV Venlo. Van betaald voetbalorganisaties die daar een fysieke training, die een krachttraining, die techniektraining, keeperstraining geven. Daarnaast hebben we 7 seminars draaien. Dus een seminar waaronder van de KNVB over respect. We hebben een seminar van de Belastingdienst. Dus over stichtingen, businessclubs. Nou, zwart geld. Ja, dat moeten ze natuurlijk even goed gaan verwoorden daar. Maar het is zo veelzijdig. Het heeft niet alleen wat ik al zeg met leveranciers. We willen gewoon de bestuurder volledig informeren wat er op het gebied van voetbal speelt. En waarin we ze kunnen ondersteunen. En dit jaar hebben we ook een mooi seminar over toelijntechnologie in de hockeywereld. Is er natuurlijk al lang sprake van. En dat druppelt langzaam door natuurlijk naar de voetballerij. Hier hebben we een mooi seminar over. En ik zou zeggen bezoeken.